Zullen we proberen? Ja. Ja? Oké. We doen wel voorzichtig aan hier, dus op die keitjes. Ik had hem wel even mogen oppompen, de banden, maar hij doet het, hè? De burgemeester van Gooisemeren maakt er een gewoonte van. Op verkiezingsdag kiezers naar het stembureau brengen. En nu springt Ebrima Boyan achterop. Hij komt oorspronkelijk uit Gambia, maar is sinds anderhalve week officieel Nederlander. En dus mag hij eindelijk stemmen. Hoe was het achterop bij de burgemeester? Fietst hij een beetje goed? Ja, hij doet heel goed. Ed. Oké. Gaat hij nog? Ja. Nou, je bent gelukkig niet zo zwaar als die andere jongen een jaar geleden. Yes? Oké. De band van de fiets is ook een beetje zacht. Maar zat het lekker? Ja, ik zat lekker. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Nou. En dan willen we graag ook een stemmen. En heb je in Gambia wel gestemd? Ja, toen ik jonger was en ik werd 18, na iedere 5 jaar dan stem ik daar ook. En wat is het grootste verschil? Ja, in Gambia, mensen moeten in een heel lange rij staan, de hele dag. Aan einde moeten wij ook een stunde krijgen om te stemmen. Ja, we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken voor mensen om te gaan stemmen. En dat betekent gewoon, als je dan opgehaald wordt, dan niet met de privéchauffeur met de auto, maar je wordt opgehaald door de burgemeester achter op de fiets, dan is de drempel denk ik laag. Dan doe ik dit ook zo en zo. Hey, van harte gefeliciteerd. Welkom in Nederland als Nederlander en heel mooi dat je gestemd hebt.